Mijn naam is Han Looy, ik ben wethouder Economische Zaken in de gemeente Zaltbommel. Maar voordat ik verder ga, ga ik jullie eerst een filmpje laten zien. We zijn hier op de Veilingweg. De Veilingweg is het oudste bedrijventerrein van de stad Zaltbommel. We gaan het revitaliseren omdat het mooi aansluit bij de ontwikkeling van de Wildeman. Wat uitgeroepen is tot het beste bedrijventerrein van 2011. En ook omdat de Veilingweg gewoon een opknapbeurt nodig heeft qua infrastructuur. De verharding is slecht, riolering is slecht en die zal in dit project ook meegenomen worden. Daarnaast zijn er ook een aantal ondernemers die inmiddels zijn vertrokken omdat het aan het verpauperen is. En daar willen we als gemeente en als provincie zijnde willen we dat gaan verbeteren. De provincie trekt daar 8 ton vooruit en de gemeente Zaltbommel 1,4 miljoen. Daarnaast gaan we samen met ondernemers kijken hoe de fietsverbindingen hier beter kunnen vormgeven en hoe we voetgangers beter kunnen faciliteren. Wat ik erg positief vind is dat ze de Veilingweg nu gaan opknappen. Wat een heel positieve bijdrage zal leveren aan het gehele industrieterreincomplex van Zaltbommel. Als overheid zijnde investeren we niet alleen in de openbare ruimte en in de infrastructuur. We helpen de ondernemers ook middels een vastgoedanalyse te kijken welke meerwaarde zij kunnen creëren met hun vastgoed middels hele geringe investeringen. Wij zijn begonnen met de uitstraling van het pand iets te liften, zodat het een frisse en heldere uitstraling heeft. Nou gaat de gemeente binnenkort, als het goed is, de straat aanpakken voor de riolering en de herstructurering van de straat. En ik hoop van ganse harte dat de gemeente de hoge verwachtingen waarmaakt van wat ze zullen gaan realiseren. Een revitalisering van een bedrijventerrein wordt pas een succes op het moment dat overheid en bedrijven de handen ineens slaan. Een mooi voorbeeld is hier, de overheid, de gemeente en de provincie pakken de infrastructuur aan. En u ziet hier een prachtig voorbeeld van een ondernemer die zijn eigen pand vervolgens prachtig opknapt. Wij zijn recent gestart met Autocentrum Bommelerwaard. We hebben gekozen voor het pand aan de Veilingweg omdat het goed past bij hetgene wat wij voor ogen hebben. De Veilingweg is naar mijn idee aan een opknapbeurt toe. Daarbij gaat de infrastructuur dusdanig aangepakt worden dat de bereikbaarheid voor ons alleen maar beter gaat worden. Uiteindelijk hopen we met de aanpak van de Veilingweg hetzelfde resultaat en hetzelfde succes te boeken als met de aanpak van bedrijventerrein De Ooik, hier achter mij te zien. Een prachtig voorbeeld hoe een revitalisering een succes kan worden als de overheid samen optrekt met de bedrijven op het terrein. De gemeente Zaltbommel heeft op bedrijventerrein De Ooik prima werk geleverd, een fantastisch resultaat. En wij gaan ervan uit dat onze buren aan de kant van de Veilingweg hetzelfde resultaat tegemoet mogen zien en net zo fijn traject gaan bewandelen als wij hebben gekend. Voor de provincie Gelderland zijn bedrijventerreinen erg belangrijk. 1/3 deel van de werkgelegenheid werkt op een bedrijventerrein. En dat is veel. En dat is ook de reden dat wij bijdragen aan revitalisering van verouderde bedrijventerreinen. Bij de revitalisering van de Veilingweg was de aanpak van de infrastructuur het belangrijkste onderdeel. Een infrastructuur die sterk verouderd was en zeer onveilig voor fietsers en voetgangers. Op deze plek is goed te zien hoe we dat bij elkaar hebben gebracht. We hebben een rotonde gerealiseerd zodat vrachtwagens hier veilig en goed kunnen keren. En om een betere verbinding te kunnen realiseren tussen het station en de Wildeman hebben we ook een doorsteek gemaakt op de Hulpweg, waar voetgangers en fietsers volgens nog gebruik van kunnen maken en in de toekomst ook de auto's. Ook tijdens de revitalisering van de Veilingweg is de samenwerking tussen de provincie en de gemeente een groot succes gebleken. Maar niet alleen tussen de overheidsinstellingen. Ook samen met de ondernemers hier op de Veilingweg is er een prachtig resultaat geboekt. We zijn inmiddels 2,5 jaar verder. De Veilingweg is totaal opgeknapt. Niet zonder slag of stoot. We hebben daar als ondernemers aan de Veilingweg wel het een en ander aan overlast aan gehad. Desalniettemin moet ik zeggen dat we door de gemeente goed op de hoogte zijn gehouden van de vorderingen. En uiteindelijk is het gewoon een prachtig plaatje geworden en moet ik zeggen dat wij heel erg blij zijn met het resultaat en onze klanten daar ook over praten en roepen. Dus wij zijn er ontzettend blij mee. Bij revitalisering van een bedrijventerrein zijn de eindresultaten vaak wel zichtbaar. Zoals asfaltering, nieuwe rijbaan, nieuwe fietsvoorzieningen, maar ook lichtmasten.
Het belangrijkste onderdeel zit vaak onder de grond, zoals riolering of glasvezel. Maar er zijn ook vaak zaken die je helemaal niet ziet, zoals parkmanagement en beveiliging. En dat zie je hier op het bedrijventerrein De Veilingweg heel erg. Natuurlijk is er geïnvesteerd in de infrastructurele maatregelen, maar is er ook geïnvesteerd in allerlei zaken eromheen, om ervoor te zorgen dat ondernemers weer kunnen ondernemen op dit bedrijventerrein. Bij de revitalisering van het bedrijventerrein hoop je altijd voor elkaar te krijgen dat je terrein weer interessant wordt voor bedrijven om zich te vestigen hier. Op De Veilingweg is dat gelukt en hebben de eerste bedrijven, de eerste nieuwe bedrijven, zich al aangemeld. Nou, we zijn nu aan de laatste fase. We zijn nu met de deklagen vandaag begonnen. En dan hopen we ongeveer om 7 uur de klusje klaar te hebben. En dan dat de bedrijven morgen er weer op kunnen. Ik moet zeggen dat de gemeente zich volledig aan zijn afspraak heeft gehouden. Gezien de Veilingweg bijzonder mooi opgeknapt is. De weg was slecht, de infrastructuur was slecht. Nu zijn de fietspaden perfect, mooi nieuw, opnieuw geasfalteerd. Ik moet zeggen, een hele verbetering, een metamorfose. Ik heb gemerkt dat er hier een enorme samenwerking is. Dat betekent dat niet alleen de weg, de riolering, de bewegwijzering en de verlichting is aangepast, want dat doen wij als overheid, maar dat ook de ondernemers hun nek hebben uitgestoken en hebben gezorgd voor goede parkeergelegenheid en nette gevels. En dat betekent dat dit bedrijventerrein weer voor de toekomst heel wat jaren mee kan gaan. En daar feliciteer ik Zaltbommel mee.